Hoi Erik, hier zijn we weer. Het is gewoon heel jammer dat het zo gelopen is. Het is iets wat je gewoon altijd blijft missen. In deze laatste aflevering is opa Wim druk met de hobby van zijn kleinkinderen. Ik heb vandaag gekookt, inderdaad, ja. Maar dit is ook het enige wat ik kan, hoor. En vertellen we het verhaal van een zwarte bladzijde. En ja, iedereen was gewoon, ja, er was gewoon zoveel verdriet. Het is maandag in Andel. En dat betekent voor Andels Fanfarekorps muziekdag. Er zijn lessen in het oefenlokaal onder de supermarkt. En straks repetitie in de Buitenhof. Wietske speelt al vanaf haar jeugd bij AFC. Maar woont tegenwoordig in Den Haag. Ze komt vaak langs bij haar moeder en combineert dat met een repetitie voor AFC. Dus ik vind het ontzettend leuk, ja, dat Wietske toch AFC trouw gebleven is en daar regelmatig voor terugkomt. En bovendien zie ik ze dan ook regelmatig, hè, want Den Haag is niet naast de deur. Ze werkt bij het Digitaal Erfgoed. Daar ondersteunen ze musea met het digitaliseren van collecties. Ik kan het ook wel redelijk goed combineren in die zin dat mijn werk is wel redelijk flexibel. Ik heb een thuiswerkdag en ik kan ook zelf wel redelijk bepalen hoe ik mijn uren invul in de week. Lid zijn van AFC en wonen en werken in Den Haag vindt ze daarom geen probleem. Ja, ik vind het ook wel heel prettig om in Andel te spelen. Dus er spelen nog heel veel vrienden van mij, dus het is ook echt een sociaal ding. We hebben echt een soort vriendenclub waarmee we gewoon in het orkest zitten. En dat vind ik ook heel leuk, dat vind ik ook heel belangrijk. En die vriendschap begint op jonge leeftijd. Ik hoop dat we op tijd zijn. AFC heeft een jeugdorkest en verzorgt muzieklessen in het dorp. Opa Wim is op maandag druk in de weer met de hobby van zijn kleinkinderen. En die gaan dan 's maandagsmiddags naar les. En dan zijn ze 5:30 zijn ze hier. Ah, kijk aan. En dat is flink haasten, want een uur later worden de kids alweer verwacht voor de repetitie van het jeugdorkest. En ja, dat is altijd een beetje hectisch. Want dat moet allemaal heel snel gebeuren. En ja, zo zijn we een beetje betrokken bij het spel, ja. Zullen we eerst even bidden, dan kunnen we zo meteen eten. Goed? Oké. Okay. Ik heb vandaag gekookt, inderdaad, ja. Maar dit is ook het enige wat ik kan, hoor. En pannenkoeken bakken kan ik ook, ja. Maar anders zijn ze lekker hier. En wij vinden dat geweldig. Ja, dat ook? Mm-hmm. Gezellig, hoor. En wij hebben onze kinderen ook gezegd van muziek hoort bij de opvoeding. Dat is heel goed voor je ontwikkeling. Maar ook dat verenigingsleven, met elkaar iets doen, is natuurlijk ook heel belangrijk. 6:30. Het jeugdorkest is aan het repeteren. De kraamkamer voor het grote orkest. Ja, de jeugd die is hartstikke belangrijk voor ons, voor het orkest. Want ja, de jeugd, dat is de toekomst. Andel is klein, de basisschool is natuurlijk in verhouding klein. Dus onze, ja, waar we uit kunnen putten qua aantal leerlingen is natuurlijk niet zo groot. Dus alleen de bugels en duidelijk aanzetten. Dus dan is toch op zich weer verbazingwekkend dat we toch ieder jaar een groep hebben om weer mee aan de slag te gaan. Kunnen we eens proberen te luisteren hoe ik het voorzing? Want jullie spelen het echt heel anders. Ik zing. Ik zing het precies zoals ik wil hebben, hoor. Ik doe niet meer wat. Ik zing het echt zoals het moet. 1, 2. Als orkest zitten wel gewoon vriendinnen binnen en vrienden van elkaar. Dus ja, zo leer je elkaar wel kennen. Als je er heel lang op zit, ja, dan op een gegeven moment ben je gewoon vrienden van elkaar, zeg maar. Sowieso gewoon muziek maken, als je je plezier in kan vinden. Ja, als je er niet zo van houdt. Ik bedoel, sporten, dat is ook zoiets. Maar muziek, ja, ik vind het wel heel belangrijk. Ik ben begonnen met blokfluit wel, met AMV. En op de basisschool.
En toen, ik denk dat dat in groep 5 was. En toen ben ik inderdaad saxofoon gaan spelen. Ik was 9, ik zat nog op de lagere school hier in het dorp. En toen kwamen ze hier van de plaatselijke fanfare, kwamen ze vragen, dus in de klas, of er kinderen waren die het leuk vonden om een muziekinstrument te gaan spelen. Nou ja, iedereen stak natuurlijk meteen zijn vinger op. Want ja, zo'n koffertje met zo'n prachtig instrumentje erin, dat wilde iedereen mee naar huis. Dus ik ben begonnen op cornet. Miranda van den Besselaar speelt altsaxofoon bij AFC. Ze is moeder en heeft een drukke baan. Ik ben even zijn hand kwijt. Mijn functie is visual merchandising. Dus het is meer het in-store aankleden van winkels. Hij staat hier nu een beetje geblokt met die riemen, hè? Al vanaf haar jeugd speelt ze bij Anders van Varenkorps. Net als haar broer Jarno. Mijn broer die is 5 jaar jonger. En die vond het ook fantastisch. Dus ja, toen kwam mijn kleine broertje natuurlijk bij Anders van Varenkorps. Ja, daar zat hij recht tegenover me. En, ja, grapjes maken natuurlijk, over en weer. En, het was een prachtige tijd, prachtige tijd. Ook Nathalie de Kloe gaat al vanaf haar jeugd naar de fanfare. Nou, mijn vader was een hele fanatieke saxofonist bij Anders van Varenkorps. Er werd heel veel blaasmuziek geluisterd, er werd naar concerten gegaan. En mijn broer was ook heel fanatiek. Nathalie en haar broer Erik spelen net als Miranda en haar broer bij Anders van Varenkorps. Maar het kriebelt om er meer mee te gaan doen. Voor Jano was het, begon het natuurlijk ook als hobby, maar ja, die had al snel in de gaten dat hij daar dus meer in wilde. Ik dacht eerst vroeger altijd van, ik vind muziek leuk en dat is een hobby. En ik zou heel graag naar het conservatorium willen, maar ja, dat lukt mij nooit. Dus toen ben ik op kantoor gaan werken en op een gegeven moment toen heb ik toch gedacht, ergens gelezen dat ik me kon solliciteren bij de Koninklijke Landmacht, bij de Fanfare Koninklijke Landmacht. Nou, dat heb ik gedaan. En dan werd ik aangenomen, evenals mijn broer. Dat wisten wij niet van elkaar, maar we hadden allebei daar gesolliciteerd en werden aangenomen. De broer van Miranda, Jarno, speelt ondertussen ook bij dat van Varenkorps. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ze gingen op tournee en prachtige concerten. Ze kwamen in de mooiste concertzalen. Dat was echt zijn ding. 3 AFC'ers die hun droom waarmaken. 15 juli 1996. Op vliegveld Eindhoven stort een Belgische Hercules neer met aan boord 37 leden van een fanfareorkest. Wij waren op Sicilië op huwelijksreis met vrienden ook erbij. Dus ik zag wel dat er iets gebeurd op Eindhoven. Dat verstond ik dan wel. Ik denk, ja, Eindhoven, het was een vrachtvliegtuig. Nou ja, het was wel een transportvliegtuig. Het was een Hercules. C-130 om precies te zijn. En daar werden wij dus in vervoerd. Want we zijn dan toch militairen. Het transportvliegtuig is bij de landing in brand gevlogen. Maar de reddingsdiensten weten in eerste instantie niet dat er mensen aan boord zijn. Waaronder Jarno, Erik en Nathalie. Maar ik raakte niet in paniek, nog niet. Want ik dacht, nou, het komt wel goed. Maar op een gegeven moment werd het donker in het toestel en er kwamen allemaal vonkjes. En op een gegeven moment begon iedereen te hoesten. En toen werd het ook stil in het vliegtuig op een gegeven moment. Ja, toen dan drinkt het nog niet tot je door dat het de dood betekent van al die mensen. Erik en Jarno komen om het leven. Nathalie, zwaar gewond, overleeft de ramp. Erik, hier zijn we weer. Het is gewoon heel jammer dat het zo gelopen is. Het is iets wat je gewoon altijd blijft missen. Dat is echt gewoon verslagenheid geweest. Voor allemaal eigenlijk. Het is echt wel een zwarte bladzijde in de AFC, in de geschiedenis van de AFC. Ja, dat is gewoon een gat. Ik zat altijd recht tegenover hem. Ja, dat zijn moeilijke dingen.
Ze hebben op de begrafenis gespeeld van mijn broer. Dat weet ik dan. Ik was er natuurlijk niet bij, want ik lag in het ziekenhuis. Ja, dat doet je toch wel wat, ja. Dat is toch wel fijn dan, dat hun er allemaal zijn. En dat is, ja, muziek is natuurlijk toch wel een hele mooie, iets moois om daar allerlei gevoelens in kwijt te raken. En zaken die spelen gewoon kwijt te raken en daarmee om te gaan, ja. Rob Goorhuis componeert speciaal voor de Hercules-slachtoffers een muziekstuk. Uitgevoerd door AFC tijdens een concours. Forza della loro vita. En daar had ik dan ook nog een klein stukje solo in. En dat was een soort klaagzang. Dat steeds terugkwam in dat stuk. En dat moest ik dan spelen. Ja. En dat was eigenlijk precies zoals je je ook voelde. Dus, ja. En dan heb je het echt over je gevoel in de muziek brengen. En dat merk je dus bij alle muzikanten die daar toen al meededen. Iedereen zat daar vol van. Nu, 20 jaar later, is de ramp nog steeds niet vergeten. Vandaag wordt er in Eindhoven een monument onthuld voor alle slachtoffers van de ramp. Nathalie is er ook bij als één van de overlevenden. We zijn met z'n zevenen uiteindelijk over. Dames en heren, het is goed dat u hier bent, hoewel we hier liever niet hadden gestaan. 20 jaar na dato, maar we kunnen hier vanaf. Nathalie heeft de crash dan wel overleefd, maar kampt nog steeds met lichamelijke gevolgen. We weten allemaal wat ze heeft doorstaan. De pijn die ze heeft gehad. Is het gewoon een wonder dat ze het overleefd heeft, dat ten eerste. Maar ook een wonder dat ze er zo sterk uit gekomen is. Vrij snel na het ongeluk is ze weer begonnen met muziek maken. Ik denk, als je speelt en je moet je adem gebruiken en je vingers gebruiken, en daar komt zo'n revalidatie echt ten goede. Dat denk ik wel. Als ik dat niet had gehad, dan was ze snel niet gegaan, denk ik. Het gaat nu goed met haar. Ze durft weer vooruit te kijken. Maar ik wil nog steeds heel graag musiceren in een militair orkest. Dus die ambitie, die hou ik nog steeds. Voorlopig speelt Nathalie nog met veel plezier mee met Anders van Varenkorps. Vanavond in de Nieuwe Kerk in Den Haag voor het concert Blazen aan het Spui. Het is een bewogen tijd geweest bij Anders van Varenkorps, dat volgend jaar 125 jaar bestaat. Zo werd Floris van de Kooi van invaldirigent verkozen tot vaste dirigent van het orkest. En is Bert ermee gestopt en nu echt met pensioen. Gijsbert heeft eindelijk zijn showroom en is vader geworden van een prachtige dochter. En Jaap, die woont nog steeds in Breda, maar is met zijn vrouw druk op zoek naar een woning in Andel. Het zijn de allerlaatste beelden die we maken van deze prachtige fanfare. Gewone mensen met bijzondere verhalen. Mede namens AFC, bedankt voor het kijken.